We gaan naar tip 6 en dat is er weer eentje van Koen. Egon, het is al een paar keer voorbij gekomen. Ja, nou ja, goed. Ik blijf erbij dat van alle financials in Nederland genoteerd, Egon degene is die het meeste gaat profiteren van de veranderingen in de Verenigde Staten. We denken dat die ook wel gaat komen. Als belangrijkste de rentestijging, dat is voor de verzekeraars ontzettend belangrijk. Daarom denk ik dat de rentestijging verwachten we eerder in de Verenigde Staten dan in Europa. Daarom denk ik dat je liever Amerikaanse verzekeraars vanuit dat oogpunt zou willen hebben dan Europese. Nou ja, daar profiteer je bij Egon van. En als er dan ook nog een aantal belastingverlagingen, het bedrijf de boel wat beter op de rit heeft, dat hebben ze nu ook. De balans is gewoon een stuk beter op orde. Ja, ik denk dat daar nog veel meer opwaarts potentieel in zit dan dat we tot nu toe gezien hebben. Waar denk je dat de koers heen kan dan? Nou, ik denk dat je dat noordelijk van de 6 euro kan gaan zien. Dus dan kan er zeker nog wel 15% bij. Laten we eerlijk zijn, het aandeel heeft gewoon jarenlang niks gedaan. Ja. Nou, als je kijkt op basis van koerswinst, is het heel goedkoop. Alleen, ja. Ik vind het altijd wel lastig met Egon. Het is altijd eenmalige baat, eenmalige lasten. Ja, daarom, weet je, het moet nu, moeten de boelen, alle stukken gewoon eens een keer normaal op de plaats gaan vallen. En het lijkt erop dat het management het nu allemaal wat beter in de grip begint te krijgen. En nou, als dat zo is, nou, dan kun je het noordelijk van de 6 gaan zien.